Maar de eerste helft was shit. Ja, man. Sorry, hè, maar dat was, ja, tuurlijk. Was echt niks. We hadden de bal zelfs niet, geen acties, niks. Yo iedereen, welkom bij alweer een nieuwe episode van Coolcast Sport. Welkom bij onze EK-show. Vandaag de 7e aflevering. We hebben vandaag allemaal samen gekeken naar België tegen Denemarken. Ik zit er vandaag in de studio alweer met onze echte host Gilles. En vandaag opnieuw zoals gisteren Phantom ofwel Alex. En vandaag onze gast van vandaag is Noah. Yes, hello. Dag Noah, hoe gaat het, man? Rustig, rustig met jullie? Ah, rustig, man. We zijn er gewoon. EK is bezig. Ja, leuk, hè. Elke dag voetbal, dus ik denk dat het niet slechter kan gaan, toch? Je bent blij die de hoek vergeten. Meester, was hij magneet? Deze is goed, man. Ja, tuurlijk, maar sorry, ik ben Brian vergeten. No worries. Ja, normaal zijn we altijd met vier in de studio, maar nu zijn we met vijf. Ja, toch. Dat jij er per se bij wil zijn. Ja, gaat hij ook nog. Ik hou van jullie. Kijkers, ik hou van jullie. Deze maar ik wil gewoon credit ophalen. Oh, welkom, Brian. Dag, Massie. Hoe gaat het met jou? Goed, rustig met jou. Goed, man. Genoten van de wedstrijd? Zeker, man. Alright. Maar het is oké. Dag Noah. Hallo. Welkom in onze studio. Ja, met ons gaat het goed. Je hebt de vraag net gesteld. Yes. Hebben jullie genoten van de wedstrijd vandaag? België tegen Denemarken? Ja, heel hard. Allee, een beetje stress in het begin, na 2 minuten. Maar dat was leuk om naar te kijken. Snap je? Ja. Met spanning, dat had ik gemist tijdens de TK. Maar het was leuk om naar te kijken, zeker in de studio met zoveel. Zoveel animo. Ja, België is kapot slecht begonnen met een rare paas van De Nayer. Ik zei het gelijk al, van De Nayer zal deze wedstrijd sowieso choken. Je hebt het hater, hè? Nee, niet per se hater, maar ik bekijk het gewoon objectief. Nee, van... nee, want mensen zien nu pas praten, maar je hebt heel de eerste helft. Kijk dan maar. Oh, kijk hem. Oh, hij gaat weer choken. Nee, maar omdat ik gewoon wist van, hij ging sowieso iets raars doen of zo. Maar zeg eens jullie gevoel aan de wedstrijd. Ja, eerste helft trok eigenlijk op niks. Ik denk dat de wissels wel hebben bewezen dat dat voor sommige spelers het TK gewoon over is. Ik denk dat Dries Mertens gewoon samen met Hans van Aken granaalkroketjes gaat eten. Hey, nee, deze man heeft echt een netternooi dat ze kunnen. Wow. Ja, vorige match vond ik Dries Mertens eigenlijk ook al niet zo show. Vandaag kwam er eigenlijk ook bitter weinig. Het was heel de ploeg, was de eerste helft van het stilstand. Er gebeurde niet veel. Het middenveld kreeg de bal niet vooruit. En je zag wel dat vanaf dan De Bruyne en ook Witzel mee in de ploeg kwamen, ook een Hazard, dat de bal sneller naar voren ging, dat we onder de druk uit konden voetballen, dat er kansen werden gecreëerd. En nogmaals, Lukaku aan de basis van het eerste doelpunt. De assist was van De Bruyne op Torgan Hazard, maar ik denk dat Lukaku toch weer al heeft laten zien dat hij geen 90 minuten uit de wedstrijd is te houden. Nee, tuurlijk niet. Zowel fysiek als zijn snelheid gebruikt, als zijn intelligentie gebruikt om naar de flank te bewegen. Ja. Heeft hij het Kjær en Christensen, denk ik. Christensen heel moeilijk gemaakt om hem te blijven volgen. En de kansen kwamen vanzelf. Ik ben eigenlijk, nu dat ik eraan denk, blij met de eerste helft. Omdat nu tenminste alle zwakke punten meteen geëxposed waren. Ja, zijn blootgesteld. Nu weten we direct van... Snap je? Tactisch slecht. De Nayer... Ik ga hem niet bashen, maar verander geen verdediging die 3-0 is gewonnen. Ja. Dus laat Boyata gewoon staan. Mertens, ik ga hem niet bashen, maar zijn eerste match was niet goed. Haal hem eruit. En vooral, wees op business. Snap je? De Bruyne was als je 1-0 achter staat, ja, als je 1-0 achter staat en je brengt meteen 2-3 spelers in, dat wil zeggen dat jij weet van, dat is het elftal dat ik nodig heb wanneer het business is. Maar het ging vroeg of laat wel met de elftal zijn. Maar dit was wel het juiste moment. Ja, maar ik weet niet wie het is, maar is een ex-voetballer aan de Franstalige kant. Ik denk Philippe Albert, maar ik ben niet zeker. Mm-hmm. Die altijd zegt, als je fit genoeg bent om op de bank te zitten, dan moet je fit genoeg zijn om te spelen. Ja. Dat is niet waar. Ik fuck niet met het feit van, hij zit op de bank, maar hij kan maar 20 minuten spelen. Blijf thuis dan. Brian, dat is hoe ik denk. Brian, je zegt niet waar. Je moet niet per se fit zijn. Ja, nee, broer. Allee, omdat je doet fysieke testen en zo, snap je? En nagelang dat je fitheid opbouwt,
kan je zeggen dat je inderdaad maar 20 minuten, 30 minuten of een hele wedstrijd aankans hebt. Ja? Dan moet je niet op de bank zitten. Ja, dat vind ik van niet. Want, dan moet je niet op de bank zitten. Want wat als bijvoorbeeld Lukaku nu in de derde minuut zich blesseert? Wat gaat ze dan zeggen? Dat Benteke of Batshuayi niet mag invallen? Nee, maar hij heeft het over iemand die al geblesseerd is, snap je? Of dat terug uit blessure komt, snap je? En dan moet je met zo'n ding eens... Allee, je moet die de juiste minuten geven, snap je? Want als je te vroeg 90 geeft, kan hij terug weer een blessure oppakken. Dus vandaar. Denk ik toch wel dat... Allee, ik ga niet akkoord met wat jij zegt, snap je? Ik hoor dat ook vaak, maar ik ga er niet mee akkoord. Ja, Gilles. Dit is de derde keer dat Brian gelijk heeft. Hij heeft inderdaad vaak gelijk. Hij heeft niet gelijk, bro. Zelfs de vierde keer, want hij had gelijk over... Met de Naier had hij gelijk. Wauw. Nee, zijn argumentatie was juist, maar ik ben het nog altijd niet. Ik vond de Bruyne vandaag belangrijker dan de Naier. Nee. Hij heeft gezegd dat... Dat zijn prestatie of wanprestatie doorslaggevend zou zijn. En hij had na 1 minuut en 50 seconden gelijk vandaag. Direct. Doorslaggevend, direct. Maar ik vond de Bruyne belangrijker. Dat is het ergste. Het ergste is niet eens dat hij gelijk had na 2 matchen. Het ergste is, hij heeft gelijk na 1 minuut nadat de Naier speelt. Dus de Naier heeft na 1 minuut bewezen van, ja, Bruyne had gelijk. En wij moeten nu hier zitten met die buikje. Oh, Brian, dat is een micro gegeven. Noah, ook is met zijn domme praat. Noah, hoe is uw gevoel over heel deze discussie? Vind je ook nee, van, ik ben zo'n beetje gemengd, want ik ben sowieso niet. Ik weet niet wat hij heeft gezegd ervoor, of over de Naier of zo. Mm-hmm. Maar de match zei hetzelfde vanaf minuut 2 al of zo. Ja. Ik wist al van deze match gaat spanning brengen. Maar ik herinner mij ook dat je ook tijdens de wedstrijd tegen ons zei dat België. Je zag heel duidelijk, ik denk dat Alex dat ook zei, dat je heel duidelijk zag van. België zou eigenlijk een ploeg moeten zijn dat de bal in de ploeg moet kunnen houden. Mm. Constant. En tegen een ploeg als Denemarken moet je dat zeker kunnen. Ja, zeker. Want we waren ook al... Iedereen zei van het begin, ja, België 3-0, België 2-1, België dit en dat. Maar de eerste helft was shit. Ja, man. Sorry, hè. Maar dat was, ja, tuurlijk. Was echt niks. We hadden de bal zelfs niet, geen acties, niks. Was het ook een beetje te wijten dan aan de kracht misschien ook van... De Deense ploeg, want de Deense ploeg zat ook wel, denk ik, goed in elkaar. Hè? Ja, we zeiden dat, hè, van, die hebben echt honger. Ik weet niet wie dat zei, maar iemand zei van die denk hebben Alex iets te bewijzen. Zei van die, dat zijn echte Vikings. Ja. Ja, bro, maar ik denk, oké, iedereen, al die boys spelen al lang voetbal, die trainer is al lang coach. Oké, laat die dan 10, 15 minuten uitrazen. Hou je blok, speel compact, business. Maar na 15 minuten moet je zeggen van, hey, les petits, c'est bon. Nu gaan wij overpakken. Ja. Maar ze hebben de hele eerste helft. Gewoon gezwommen op het middenveld. Ja. Dus sloeg nergens op. Ze hebben man op man gespeeld en ze hebben eigenlijk onze hele ploeg eruit gehouden. Want niemand kwam aan bewegingen toe, niemand liep zich vrij. Er waren geen onderlinge posities en zo. Dus we kwamen gewoon niet aan voetballen toe. En ik denk dat dat ook weer te maken heeft met een iets te beperkt middenveld. En het departement achter Lukaku was iets te beperkt. Ik vond trouwens Carrasco ook geen goede match spelen. Mm. Maar hoe komt het dan dat een België eigenlijk... dit België tegen Denemarken, praktisch hetzelfde België als tegen Rusland, opeens niet meer kan presteren? Mag ik eventjes inpikken hierop? Ja. Omdat het grote verschil tussen Rusland en met Denemarken... ik heb de eerste helft niet gezien, dus ik kan niet helemaal specifiek zeggen of dat juist is of niet. Maar ik zei wel vanuit de tweede helft tegen Rusland-België dat de coach van Rusland heeft beslist om Tielemans en de Donker vast te zetten. En ik denk... Dat hier ook is gebeurd. Ik weet het niet, ik heb niet gezien, maar als ik zo luister naar wat je zegt, heeft dat waarschijnlijk gewoon tactiek gekopieerd. En daardoor zag je ook wel dat de tweede helft België beter was, omdat je dan de buin in die 10 rol zet. En dan heb je wel een aanspeelpunt in het centrum die je kan doordraaien en dan het spel kan verleggen. En zelfs, ik vond ook in de omgekeerde fase, als Denemarken de bal had, speelden ze eigenlijk met 4 achterin. En deden ze wat Italië ook vaak doet, met de linksback die heel hoog ging staan. En dan kwam of Delaney of Heuberg kwam altijd ertussen. En dan speelden ze bijna met een 4-1-5. Ja. En of Tielemans of Den Donker volgden zijn man meestal niet, omdat ze niet durfden doordekken. Ja. En dan kwamen er altijd gaten. En dan kom je aan voetballen toe en dan creëert je kansen. En dan kun je wel allemaal opschuiven en hoge druk gaan zetten op onze ploeg, die in de eerste helft gewoon niet goed genoeg was. Maar wat Brian ook zegt van de match tegen Rusland, dat is ook niet nieuw. Dat is ook al, ik vind sinds Martinez er is... België is tactisch gewoon makkelijk vast te zetten. Dat gevoel heb ik. Snap je? Dat is informatie. Ja, maar dat is frustrerend op een bepaald moment dat je elke keer op 45 minuten elke keer iets moet gaan wisselen. Het ook niet zo, allee, dat is misschien een gevoel dat ik heb, is het ook niet zo dat Martinez te voorspelbaar is geworden voor andere ploegen? Dat hij systeem van België gewoon te... Ja, maar dat is die opstelling, bro. Dat is die opstelling. Je hebt niet 10.000 oplossingen. Nee.
Nee, maar dat is het ding zelfs. Hè. Het is heel makkelijk om een twee mensen in middenveld vast te zetten. Hè. Heel makkelijk. Want als je dan met een drie speelt of je gaat die man op man spiegelen, dan zit je zo vast. Hè. Je bent soms inderdaad iets te afhankelijk van de individuele klasse van een De Bruyne, van een Lukaku, van een Hazard. Ja. En ze hebben die en ze hebben dat weer bewezen dat ze eigenlijk... Deze match hebben we gewoon puur op talent gewonnen. Want wat De Bruyne daar doet voor die assist te geven, dat is puur op talent. Wat Lukaku doet op die pre-assist is puur op talent en op zijn eigen kracht. Hij is niet op een bepaalde tactiek die Denemarken heeft uitgespeeld. Ja. Dus op dat vlak is het misschien jammer dat we op die manier moeten winnen. Maar nog altijd, het zal een enorme boost geven. Ja. Mentaal ook en fysiek. Maar ik vraag me af hoe dat je nu... Wat ik me afvraag is, welke verdediging zit je nu tegen Finland? Ja, want dat is ook wat ik wou vragen. Van volgende wedstrijden zien we dan een totaal ander middenveld met dan nu wel een Axel Witsel, ja, wel De Bruyne. Waarschijnlijk gaan we nu Vermaelen zien starten, hè, en dan is het feest. Hè. En... 30 minuten. Ja, want nu tegen Rusland is het tegen Finland, is het wel een soort van uitloopwedstrijd. Want België is zeker van haar plaats in de achtste finales. Mm-hmm. Mogen we dan misschien een invalbeurt verwachten van een Van Aken of zo? Ja, of van, denk ik. Eigenlijk ga Germaco te blijven eten. Nee, maar zouden we een B-ploeg mogen verwachten? Denk of aan zo? Aan starten. We hebben vandaag een B-ploeg gezien. Ja, we hebben vandaag inderdaad een B-ploeg. Denk aan starten. Ja? Van Aken, denk ik wel. Denk wel. Je kan niet het beste speler van België gewoon meenemen naar het EK en dan thuis laten, snap je? En er zit altijd een monetaire waarde achter dat je... De Ruiz zou hem laten vervangen. Wie? Huh? Van Aken. Wat wil je zeggen? Je zei dat er zit een monetaire waarde bij. Want als je een speler meeneemt naar het EK... Wat is monetair? Leg dat uit, broer. Oké, dus zijn geldwaarde stijgt gewoon als hij speelt op die EK. Hè? Maar Martinez heeft dat mee voor Anderlecht boys dan voor Club Ja, maar boys, dat maakt niet uit. Dat showcase de competitie. Hè? Dan worden die spelers weggehaald en dan gaat de... Kijk hoe dat gaat het niveau in België omhoog. Van Aken gaat niet spelen, denk ik. Kijk, hij gaat starten. Hij gaat starten. Kijk hoe dat onze competitie gaat... starten of minstens 45. Wat starten? Zeg maar, de bus? Hij gaat starten, bro. Bro, hij gaat starten. Weet je wat hij zegt over Romanticus? Maar dit is een Romanticus, bro. Ja, Martinez. Hij gaat starten of minstens 30 minuten spelen. Noah haalt België 9 op 9. Volgende week? Ja. Volgende week, denk ik. Ja, ja. Voilà. Dan halen ze 9 op 9. Energie. Gaat dat 9 op 9 zijn om een soort van statement te maken naar de andere ploegen? Het is geen statement om te winnen van Rusland, Denemarken en Finland. Nee, maar dat is geen statement. Ja, als jij in de groep dus dood, zoals Hongarije, Duitsland, Portugal, Frankrijk, als je daar 9 op 9 maakt, heb je geen statement. Of in een groep met iemand die als kandidaat overwinnaar wordt beschouwd. Oké. En ik zou zeggen, het is nu België. Ze gaan dus naar de kwartfinale, zie je ze ook winnen. Of, TK? Ja. Ik wil ja zeggen, maar ik denk het niet. Ah, bro, zeg gewoon ja. Ja. Dan kunnen we het even fout was. Heb je iemand anders waarvan je denkt van, zij zijn wel show met TK te gaan winnen? Ik hoor jullie vaak zeggen Portugal, maar ik heb die match jammer genoeg niet gezien. Mm-hmm. Dus ik kan nu niet zeggen dat Portugal zeker nummer 1 is. Maar ik zie hem heel tijd wijzen van ja, bro. Dat is een van zijn 20 landen. Ik zie jou. Als zo is, dan moet je gewoon snel... Maar geloven jullie er ook in dat bijvoorbeeld een speler zoals De Bruyne ook echt meer gaat uitblinken tegen die grotere... Tegen die grotere ploegen, zoals bijvoorbeeld op WK tegen Brazilië? Zeker. Ja, bro. Ik denk net omdat onze verdediging zo fragiel is als ze vandaag was, gaan we een lager blok moeten zetten als je tegen Frankrijk, Portugal, Duitsland, Spanje komt. Zeker tegen Spanje, want zij blijven tikken. Ja. Dus dan gaat je een laag blok moeten zetten. En dan heb je wel die ruimte voor De Bruyne en Lukaku om hun ding te doen en in de ruimte te gaan spelen. En dan denk ik dat je de beste De Bruyne gaat zien. En het is jammer dat je eigenlijk met je gouden generatie een laag blok moet gaan zetten, omdat je sterkte is om te schakelen en niet om de bal te domineren, zoals Alex vaak zegt. Dus. Bro... De Bruyne heeft vandaag in 45 minuten laten zien aan de rest dat jullie allemaal kleine broertjes zijn. Ik speel niet met jullie, snap je? Hij komt van een operatie, oogkas, dit, dat, bla, bla. En maar hij moet ze redden. Weet je, ik denk dat hij echt op het veld kwam, zo van... geef mij de bal. Voor Witzel heeft zijn fucking Achillespees gescheurd, kun je wat? Hij moet er ook op komen. Hazard was een hamburger aan het eten. Oké, dan. Ja, maar zwaar. Weet je, dat is zo van, we zeggen gouden generatie, maar het kan niet zijn dat als er 2-3 guys niet spelen, dat we fucking... Maar ik vind het gewoon heel jammer, en dat is misschien raar om te zeggen, maar ik vind het gewoon heel jammer dat België altijd moet rekenen op die ene speler. Ja, maar dat is het probleem. Maar we zijn collectief nog niet zo sterk, denk ik. Ik denk dat we te veel kijken op de Amazons.
gaan we kunnen uitgroeien tot een ploeg waar dat er meerdere De Bruynes gaan kunnen zijn, waar dat we gaan kunnen zeggen van oké, okay, hij zit misschien wel op de... Nee. De gemiddelde leeftijd is misschien 45 of zo. Ze zijn gedaan met groeien. Hè. Nee, maar ik denk dat je bedoelt op langere termijn. Ja, ja, voilà, maar dat hangt er vanaf wat er doorkomt bij de U21. Hè. Ik denk bij de jeugd denk ik geen De Bruynes meer rondloopt. Ik denk vooral een... Nee, denk je van zijn niet? Goede spelers. Er zijn goede spelers. Denk je niet dat een Tielemans bijvoorbeeld een De Bruyne kan worden? Een andere trainer. Of niet dezelfde... We hebben een andere trainer nodig. Andere trainer. Ja, bro. Tielemans heeft nog veel groeimarge, maar ik denk misschien een Charles de Ketelaere dat die erboven gaat komen, Sambi Lokonga, maar ik zie die jongens allemaal niet het niveau van Kevin De Bruyne. Deze Kevin De Bruyne zie ik niet halen. Like, deze guy heeft City in de titels gedragen. Zeggen, man. Dat zou ik ook niet zeggen, man. Ik heb wel hoop voor de next generation, eigenlijk niet voor liegen. Maar ik weet niet, ze zijn niet zo sterk, denk ik. Ze gaan wel toernooien blijven halen, die kwalificaties. Blijven halen, maar ze gaan niet... Maar ik zie momenteel nog geen favoriete rol daartussen. Momenteel. Kan altijd veranderen. Wat denk jij, Alex? Ik weet niet, man. Ik denk, ergens geloof ik er wel in, omdat jeugdvoetbal in België, als je kijkt naar Anderlecht, Brugge, Genk, die jeugdopleidingen zijn echt wel high level en er komen echt wel meer en meer talenten door, vind ik. Ik denk dat er meer in de Belgische werking nog een grotere structuur moet komen en meer van alles wat de A-ploeg volgt is gestructureerd. Ja. En weet je, dat ze Tubis echt gaan uitbouwen tot een Chauffontaine in Frankrijk. Ja. Of een Clairefontaine. Clairefontaine, ja. Bro. Je hebt dorst, hè? Ik heb dorst, bro. Het is warm hier. Maar het is warm hier, hè? Snikkeet. Maar dat snap je. Ik denk wel dat we daar naartoe gaan. En blijkbaar zal Martinez daar wel een grote rol in spelen. Ja. Dus daar wil ik hem wel props voor geven. Ja. Maar hij is nog steeds een slechte coach. Maar hij gaat toch weg naar deze EK misschien? Ik denk het. Die gaat heeft al aanbiedingen gehad van Barcelona, denk ik al. Hey, welke Barcelona? Stop dat, bro. Dat is jouw ploeg toch? Nee. Ik zag hoe blij dat je was. Fuck hem. Wanneer Braithwaite acties aan toe was. Bro, als ik Braithwaite voor zie, voetje lap. Voetje lap direct, bro. Ik fuck niet met hem. Ik ben geen Barça-fan tot 1 september 2021. Waarom niet? Waarom niet? Bro, dat is een toxic relationship. Ik doe daar niet meer aan mee, bro. Ik bedoel, mijn gezondheid, ik wil terug. Ik ben Liverpool-fan geweest. We hebben fucking Jovanovic gehad. Nu Barca-fan, Braithwaite. Hey, stop dat, bro. Nee, man. Ik weet niet wat ik heb meegemaakt. Bro, hij is een Milan-fan, bro. Gewoon één speler waar dat je... Snap je? Heb je gehoord? Ik heb gezegd, hij is een Milan-fan. En Noah zei, Hij kijkt niet eens voetbal. Nou, maar jij weet hoe erg het is. Ik kijk voetbal, maar ik volg het niet zoals jullie. Snap je dat niet? Bro, dat is daarom dat je huid is goed, je bent happy. Dat is daarom. Wij zijn depressief, bro. Elke week, bro, je kijkt naar je lievelingsploeg, bullshit. Hij kijkt nu naar België, 45 minuten, bullshit. Broer, wat jij hebt is fake. Wat jij hebt is fake pijn, man. Ik en Jill kennen de echte pijn. Wat jij hebt is fake pijn, bro. Fake pijn, je hebt een Europa League gewonnen, jij. Broer, een keer in de top 4 van Engeland. Gewonnen, man. Nee, maar kijk, jij bent mijn new fan. Ja. Jij hebt voor een slechte ploeg gekozen. Nee. Onze ploeg is slecht geworden. Snap wat ik bedoel? Onze ploeg is slecht geworden. Alex, wel respect voor mij. Wat nu? Mijn ploeg was dominant. Ja, maar hij is in 2007 beginnen kijken naar voetbal. Toen was Ronaldo. Ja, nee, maar dat is waar. Ik was echt maar. Alleen voetbal kijken, ik 3 jaar was, broer. Zal ik. Mag ik dus wel vragen van. Ik wou daar nog een kleine vraag over stellen van jeugdspelers in de toekomst en zo. Van wie kan België een voorbeeld nemen qua echt wel toekomst en Portugal. Frankrijk misschien? Portugal. Engeland? Portugal. Portugal, denk je? Portugal, een generatie van 99, heeft het EK onder 16, onder 18 gewonnen en is net finalist geweest in EK onder 21. Okay. Die jongens moeten nog allemaal bij hun huidige generatie komen die al zo sterk is. Dus ik denk dat een van Brian Zalando heel sterk gaat worden. Generatie 99? Ja, man. Jij bent ook van 99. Mijn broer is van 99. Je broer is van 99. Jij bent van 2001. Okay. Ah. Maar zijn nu boys ook van 2001, 2002, 2003 zelfs? Drie zelfs, die profvoetballers zijn. Zij spelen Champions League, bro. Zij verdienen miljoenen. Maar, stel je voor die druk op uw leeftijd nu. Oh, hoe zou je daarmee omgaan, bro? Oh, als het echt mijn passie was, dan ging dat mij geleiden van mij. Denk je? Ja, maar die willen dat echt, snap je? Ja. Zijn jarenlang zien die grote spelers, en dan krijgen die de kans. Ja. Dan had jij niks doen om dat los te laten. Maar ervaart... Ja, stress is dan niks. Ik wou dat vragen, van, ervaart je dat niet als... Want je bent nu acteur, denk ik, en danser tegelijk. Heb je niet op een bepaald moment dat je zoiets hebt van oké, ik ben op een bepaalde leeftijd gekomen, op een bepaald niveau waarschijnlijk, want je hebt denk ik ook geacteerd in What the Fuck en zo. Yes. Dat er wel een bepaalde stress of zo bij komt kijken? Er is geen stress, zoals bij voetballers of zo. Voor mij, hè. Ja.
eerder persoonlijk. Moet ik het zeggen van ik moet het halen, snap je? Ik moet dat project krijgen, ik moet die rol hebben, ik moet die auditie halen, snap je? Zo van die dingen. Of ik doe geen battles meer, maar bijvoorbeeld, ik moet trainen voor die battle of zo. Dat is andere stress, maar dat is wel vergelijkbaar. Ja. Van, ik wil dat gewoon zo hard dat ik er alles voor zou doen. Ja. Het is wel grappig, want dat is wel, het is de mentaliteit van een atleet. Ja, voilà. Dat is wel dope, toch? Is dat iets dat in u zit, of kun je dat ook gewoon aanleren, die wil? Wilskracht denk ik niet dat je dat kunt aanleren. Ik denk dat dat sowieso iets persoonlijk is, karakter. Maar ik zei er straks ook, hè, van talent brengt u wel ergens, maar als je er niet voor werkt of als je de craft niet begrijpt of niet genoeg bestudeert, dan gaat je ook niet ver geraken. Dus ik ga volgend jaar naar school, ik ga drama studeren, dus dat helpt mij ook. Ja. Maar wat was de vraag? Ik ben de vraag zelfs vergeten. Ik weet niet, maar je uitleg was magnifiek. Ja, prachtig. Dus ik ben de vraag vergeten. Ja, ik ook, ik was aan het denken van, Piet, ik ga straks naar Basic Fit, bro. Omdat dat aan te leren was wilskracht, maar je gaat zo. Ik denk dat dat persoonlijk is. Ik denk dat dat echt karakter is gewoon. Ja. Wat wilt jij echt? Nee, sowieso, man. Maar ik vind dat altijd gek, man. Als ik zo young boys zie, broer. Ik denk Bellingham is van 2003 of zo. Ja, 17 of zo, denk ik. Die speelt bij Dortmund, die speelt nu... Bij Engeland zonder stress. Engeland zonder stress, bro. Alsof dat normaal is, snap je? Ja. Terwijl ja, ik denk crazy, van, wat deed ik op zijn leeftijd, bro? Hé, maar Jules, jij bent... Hetzelfde als nu. Ik probeerde Nox binnen te geraken. Ik denk vooral, de tips dat je moet meegeven aan jonge mensen, is net van, jij wilt succes behalen, ga op zoek naar succesvolle mensen. Dat moet niet per se uit je sector zijn. Ja. Kijk, je kunt tips van je craft en zegt van ik wil acteren. Tuurlijk kun je van acteurs dingen oppikken. Ja. Maar uiteindelijk, als je luistert naar succesvolle mensen, gaat het vaak over discipline, routine. Dezelfde dingen vaak herhalen, snap je? Goed worden in de kleine dingen, niet per se focussen op de grote dingen, maar de kleine dingen. Dingen juist doen. Dus ik zou meer mikken, als je zou zeggen van welke tips geef je, of het nu voetballers zijn, dansers. Van, ga op zoek naar succesvolle mensen. Ja. Wat het ook is, want ik zeg altijd, succesvol zijn, dat is een soort van DNA, bro. Ja, ik denk dat ook. En honger hebben, die mentaliteit, dat is een DNA, bro. Ja, want kom jij dan ook vaak zo in contact met mensen die je ook misschien inspireren buiten de acteerwereld of danswereld? Of, heb je zo bijvoorbeeld mensen die je inspireren? Ja, close bij mij is Nora Dari, ook een actrice. Ik zeg het jullie, zij is al aan het overnemen, maar België is van haar en buitenland sowieso. Maar, ja, dat is die actrice van... Ja, van, ook van What the Fuck. Maar daarnaast ook Big Things. Ja, maar gewoon, zij als persoon is heel... Zij omringt zichzelf, zoals jij zegt, zij omringt zichzelf met succesvolle mensen. Zij gaat op zoek naar succes. Ja, toch? En dat is wat haar vooruitbrengt. Ja. Dus Nora Dari. Of mensen die gewoon... Bijvoorbeeld jullie zouden even goed mensen in mijn kring kunnen zijn, omdat dat iets is van... Jullie hadden een idee, jullie hebben passie. Laten we daar een werk van maken, snap je? Ja, jullie werk van maken. Ja. Dus ik denk dat in mijn omgeving ga ik sowieso wel op zoek voor mijn vrienden. Ja, mensen met dromen eigenlijk zijn het belangrijkste. Ja. En in het lijstje van mensen, is er zo iemand dat je al bent tegengekomen? Of waarvan dat je denkt, als ik die tegenkom, ga ik wel zo even choken of zo? Even, wie is die persoon? Dat mag ook internationaal zijn, hè? Ja, bro. Een idool of zo. Mijn idool. Oela. Allee, dat is niet om te stoeven of zo, maar ik heb net een film opgenomen. En dat was een heel grote acteur, ik weet niet of jullie die kennen, Koen de Bouw. En dat was voor mij wel... Dat is een van de grote acteurs, grootste acteurs van België. Dat was wel, in het begin was dat chockerend. Mm-hmm. Maar dan besef je, ik ben aan het werken met iemand die al langer doet wat ik wil doen. Dus zo'n mens, ja. Toch. Maar betrapt je dan in het begin zo op een... Oh shit, ik sta naast hem. Ja, bijvoorbeeld als je zo gewoon zit te praten... Snap je, jij wilt grappig zijn, jij wilt meebabbelen en zo, maar dat zijn ander soort mensen. Op de duur is dat wel gelukt, hè, want jij wordt collega's. Ja. Maar in het begin denk je wel van mooi, niet te veel zeggen, maak je niet belachelijk. Dus de eerste draaidagen was ik wel zo. Zo dope, man. Is er, in stress. Is er zo'n film waar dat je sowieso echt wilt mee gaan spelen? In wilt spelen of zo? Of samen met een acteur, Will Smith of zo? Ah, Will Smith was wel de reden waarom ik een acteur wil worden. Ja? Dus nog steeds. Dus met hem, dat zou de grootste droom zijn. Maar ik denk in een film, een rol van een zwaar drugsverslaafde of zo. Of een mentaal, iemand met een zware mentaal beperking. Een challenge. Ja, echt een challenge. Ja. Want jij kunt heel makkelijk de coole guy spelen of de suit of zo. Want dat bent je al. Mooi.
Nee. Ik dacht dat jij Seut bedoelde, daarom ik wilde mij zo. Nee. De coole guy. Dank je. Oh, ik ga geen krekje noemen. Nee, je bent de coole guy. Nee, films. Ah, ik denk sowieso een Marvel-film. Ja, die productie moet gek zijn. Is, hè? Ja, snapte? Is, niet alleen de paycheck, maar ik denk ook gewoon. Ja, de maar hele de paycheck, maar ook gewoon de hele experience die er gewoon komt. En heel die. Allee, je neemt dat ook gewoon mee in heel je leven, denk ik. Ja, ik denk het wel. Dat is zo groot, dat is wereldwijd, snapte? Ja, man. Ik heb sowieso een vraag voor jullie allemaal. Ja. Als jullie in één film konden zijn die bestaat en gewoon een rol overnemen, welke film zou dat zijn? Wesley Snipes in Blade, easy. Ik ging bijna schelden. Hè. Dat is zo goed als uw antwoord. Ja, Maxiel, dat is uw show. Nee, denk het. Teken, man. Teken, maak Liam Neeson. 1, 2, 3, 4. Ja, de beste vond ik wel 2, man. En dat is dezelfde film als de eerste. Snap je? Nee, die tweede was echt show. Nee, maar je hebt teken 1, teken 2, teken 3. Is dat altijd zijn dochter die wordt. Nee, ook vrouw. Nee, dochter, vrouw. Slechte babysit, man. Maar de tweede is kapot haar. Hoezo is jouw dochter weg dan jouw vrouw weg? Snap je? Dat is toch echt iemand die hem haat? Dat is battle, twee keer. Zo, ja, man. Brian? Wauw. Sowieso die film waar Chris Brown danst. ik weet niet, man. Harry Potter of zo, man. Oh, broer. Ja, wie zou je spelen in zo die ene black guy in Harry Potter. Voldemort of zo. Harry, broer. Sowieso, broer. Nee, nee, maar als ik kiezen. Sowieso Voldemort, broer. Ja, Voldemort is kapot. Voldemort, jij was Voldemort. Welke film zou jij spelen? Ik weet niet, iets van Denzel Washington of zo. De Equalizer. Bro. Ja, maar. De Equalizer is kapot. Haar nee, nee, classic, bro. Ja, ja, de Training Day of zo. Snap je? I'm King Kong. Die scène. En jij, Alex? Broer Coach Carter. Ik heb die zoveel gezien. Dat is mijn lievelingsfilm aller tijden, bro. Je moet gewoon elke week op VTV weer zijn. Ik denk dat de vraag is. Bro, Coach Carter is. Wie, jij? Ja, denk je hebt de vraag niet goed begrepen. Wat was je vraag? Als jij een rol kon spelen in een film dat al bestaat. Ja, maar real life. Ja. Nee, broer. Hoe heb je geantwoord op een vraag die je niet begrijpt? Nee, want jij zei in het begin, dan is dat real life, snap je? Dat is je leven. En ik dacht, ik heb je wat een basketbalcoach. Bij jou moeten we het echt bij voetbal houden. Ja, Bukali. Nee, ik heb het echt verkeerd begrepen. Laten we het hierbij houden. Rewind gewoon, snap je? Laten we het hierbij houden. Yes. Ik weet niet of dat jij nog het EK nog intensief gaat checken, gaat je elke wedstrijd bekijken? Ja, sowieso. Grote competities, die check ik sowieso. Is er zo'n wedstrijd waar je nu echt naar uitkijkt? Bijvoorbeeld Portugal-Duitsland misschien? Matchen die al vaststaan of nog niet? Ja, die vaststaan, hè. Oh. Wie zit in de groep van dingen? Van Frankrijk. Portugal? Frankrijk, Portugal-Duitsland. En Hongarije. Oh, heeft Portugal-Frankrijk al gespeeld? Nee. Die match wil ik zien. Ah. Ja. Wat is jouw dream matchup in de finale? In de finale? Hongarije, Finland. Nee, sowieso België, hè? Ja, sowieso, ik wil België. Frankrijk. Tegen. Maar geen zwakland, hè? Frankrijk. Frankrijk. Rematch. Ja, eigenlijk. Rematch. Ja, rematch. Van WK, eigenlijk. Rematch. Eigenlijk, ja. Ik was boos. Ja, ik was boos die dag. Jullie gaan twee keer pakken. Zonder Jason. Zonder Jason. Ja. Zonder België, met België, Frankrijk. Man. Met Dinayer. Sowieso, man. Hans. Alright. Oké. Okay. Hans 1-0, 120ste minuut. Dankjewel nog wat dat je erbij wou zijn vandaag. Ja, man. Was, denk je om mij, superleuk. Denk je om mij uit te nodigen trouwens. Ah, heel fijn, man. Super graag gedaan. Fijn. We wensen nu superveel succes. Nee, je gaat halen, bro. Je gaat sowieso halen. Ja, jij wordt een crackhead in een Marvel-film. Ik heb al een paar dingen gecheckt, broer. En er zijn niet heel veel acteurs dat ik snel kan zeggen van jij bent goed. Wauw. Maar nee, echt. Als jij goed komt, man. Nee, man. Gewoon voor de mentaliteit gaan halen. Kijk even in de camera en zeg de mensen wat ze van u moeten checken. Oh, binnenkort Lijn Connu. Franse titel is altijd mooi. Binnenkort Lijn Connu. Ik denk. Ja, ik kan nog geen dingen. Nee. Ja, ik kan nog geen niet te veel, zeggen. Niet te veel. Marvel, hè? Ja, niet te veel. Nee, sowieso. Lijn Connu. Lijn Connu, oké. Eerste dat ik ga zeggen. Oké, man. Ik zal zeggen: check allemaal Lijn Connu. Ik weet niet wanneer dat hij uitkomt. Hij gaat niet zeggen, het is Marvel. Bro, het is Marvel. Oké, ja, dankjewel dat je erbij wou zijn. Nee, dankjewel. Het was heel fijn, zeker tijdens de match en tijdens de podcast. En altijd welkom, hè, broer. Altijd, ja, bro. Je mocht altijd gewoon om matchen te checken. Maar altijd komen dansen hier. Ja, man. Op zondag is er tiramisu, by the way. Oh. Wanneer? Je broer. Nee. Ja, jullie ook, dankjewel dat jullie er weer, standaard, weer bij wouden zijn. En de kijkers ook, dankjewel dat jullie er weer bij wouden zijn. Liken,
abonneren en volgen op Instagram en YouTube. En op Spotify zeker ook luisteren. En hopelijk tot morgen. Tokos! Is er iemand jarig? En een gelukkige verjaardag.